Nou, dit is de werkkamer, eigenlijk en een deel babykamer, maar ook een deel opslag. Dus daar wordt voor meerdere dingen gebruikt. En op dit moment kan de baby eigenlijk hier nog niet slapen, omdat ook weer het advies is om thuis te werken. Arjen en Mariette hebben 3 jonge kinderen en wonen in een appartement in het centrum van Leiden. Het zijn zogenaamde scheefwoners. Ze willen graag een huis kopen, maar dat lukt ze niet. Daar hebben we wel grote problemen mee, ja. Het is heel erg lastig om in de huidige woningmarkt in te stappen als je niet een hele grote zak geld met je meebrengt. Esmee Ros is een jonge moeder die haar zoon via co-ouderschap opvoedt in Hoogmade. Ze wil graag een eigen slaapkamer voor hem, maar doorstromen naar een groter huis lukt niet. Omdat de wachttijd inmiddels gewoon tot wel 10 jaar is of langer voordat je weer aan de beurt bent. En dat betekent dat ik nog minimaal 7 jaar zou moeten wachten op een grotere woning. Net als Arjen en Mariette probeert Esmee nu naar een groter huis door te stromen via een Facebookgroep waar mensen onderling huurhuizen ruilen. Het zou wel fijn zijn als hij vriendjes mee naar huis kan nemen, lekker op zijn eigen kamer kan spelen of zich even kan terugtrekken als hij dat wil. En dat is nu gewoon eigenlijk niet mogelijk. Je zit altijd op elkaars lip. Je hebt niet echt een plek om jezelf terug te trekken, maar ook met werken kan je nooit rustig werken. Dus je zit altijd dicht op elkaar. Dus wilt u graag kleiner wonen in deze mezzanet in Hoogmade en laat u een eensgezinswoning achter in de gemeente Kagen-Brasem of Nieuwkoop? Laat het dan vooral weten. Ja, wil je huis verkopen en woon je in de regio Leiden, dus het hoeft echt niet Leiden centrum te zijn, en woon je in een eensgezinswoning met tuin of huur je een sociale huurwoning, dan willen we graag met je ruilen.